Maar het ziet er heel veelbelovend uit, vind ik zelf. Ja, vind ik ook. Nou, nou moet je aan deze kant komen. Dat vindt hij zo leuk, hè, die man, aanwijzingen geven. Wacht even hoor. Ja, dan weet ik niet welke instructie je moet volgen. Aan jou heb je echt wat, hoor. Nee, ja, er zijn twee dingen. Push the pole and the tent up until it's vertical. Ik kan het niet, dus je zal het toch zelf moeten doen. Gadver. Of moet ik even iemand bellen? En waar zit dat ding ongeveer? Dat moet je zoeken. Oh my god. Take the main straight pole through the door and find the center of the cone. And push the pole and tent up until it's vertical. Ah, dat kan toch alleen een heel sterk iemand kan dit doen? Het is echt loodzwaar dit. Ik denk dat in alle gezinnen dit de man doet, hoor, Rutger. Ja, maar wij zijn ook geen gezin. We zijn een samengesteld gezin. Nou, ik denk dat dit het midden is. Nou, dan moet je hem daar omhoog richten. Oh, god. Ja, dan moet ik eronder met mijn hoofd. Afschuwelijk. Dit zijn de hoogtepunten uit mijn leven. Dat is echt niet leuk, dit. Oh, god. Nou, ik doe het niet, hoor. Sorry. Ik doe het gewoon niet. Vanavond komen de mensen. Nou, zal ik het dan even proberen? Gewoon? Ja. Nee, als ik ze blijf staan. Ik durf, ik kan wel bukken. Nou, ik probeer het wel. Nu durf je het ineens wel. Ja, als je het niet doet, moet er iemand anders aan doen. Kom maar dan. Oh, ik had dit. Wacht even. Ja, ik doe niks. Oh, ik stik, echt waar, ik stik. Oh. Ja, doe maar. Oh, ik stik, echt waar, ik word benauwd. Oh, ik vind het verschrikkelijk. Je hebt helemaal overeind dan. Oeps. Ja, je moet doorlopen. Ja, ik kan niet doorlopen. Jawel, je kan wel doorlopen. Ik ga nooit in die tent slapen, ze is zo benauwd. Oh my god. Halleluja. Godsamme. Jilla, move. Jilla, hou zo. Oh, wat is dat benauwd. Het is echt heel naar. Oh. Ja. En als je nou hier nog een haring zet. Een haring. En zonder uitjes deze keer. Zonder wat? Zonder uitjes. Ik hou helemaal niet van kamperen. Ik heb altijd in huizen gewoond waar van alles moest gebeuren. Daar hadden we nog geen keuken of nog geen badkamer en geen wc. Dat is genoeg kamperen geweest voor de rest van mijn leven.